op NEC TV. Potjes Toto. Teammanager Patrick Pothuizen gaat elke speelronde de strijd aan met een speler uit de selectie. Op het kantoor van Potje worden de spelers uitgenodigd alle wedstrijden met een blauw magneet te voorspellen. Terwijl Patrick de rode magneet hanteert. Kiezen ze voor een 1, dan wint de thuisploeg. Bij een 2'tje kiezen ze voor winst voor de uitploeg. En bij een kruis voorspellen ze een gelijkspel. Wie kan het beste voorspellen? Dit is Potjes Toto met deze week op kantoor Tom Dame. Potje! Homo! Potje! Hey Potje! Hey Thomas jongen! Hoe is het? Alles goed? Lekker, wat gaan we doen dan? Ja, we gaan even lekker een potje Toto spelen jongen. Potje Toto. Potje Toto. Speelronde 10. Speelronde 10 jongen. Nou, we zullen eens beginnen bij RKC tegen Telstar. Wat denk jij? RKC? Gaan die ook nog punten pakken? Ja? Ik weet niet, zou je punten pakken? Ja, jij bepaalt. Ja, jij begint. Je speelt jij tegen begint. Mij. Ik begin. Wat denk jij? RKC Telstar. Ik denk een 1. Pak voor mij hem. Okay? Ik blijf zitten, want ik heb geen zin om op te staan. Ja, pak je de rol even mij. Is goed, doe ik dat. Die. Oké. Okay. Maar moet ik hem nou ook gelijk zeggen dan? Ja, wil je niet verliezen, kijk het beste. Zelfs mij doen. Dat vertrouwen moet nog groeien. Gelijkspel. Ja. Oké, okay. Helmond Sport, Jong Ajax. Helmond, hè? Toch een lastig ploegje, hè? Maar Jong Ajax kan ook lastig zijn. Ja, maar ja, je weet niet hoe ze spelen, hè? Welke samenstelling. Ja, maakt niet uit. Mijn jongens kunnen allemaal wel voetballen bij Ajax. Maar ik denk toch een 1. Eentje. Ja, Ajax laat niet winnen. Ga ik het mee, hoor. Oké. Okay. Tom, hebben we nog wat wedstrijdjes te gaan? Volendam, Almere. Ja, die weet ik wel, denk ik. Ja, ik ook. Ik denk dat Almere gaat daar voor een stunt. Ik ga gewoon voor Volendam. Ja, oké, duidelijk. Thuis, Volendam, jawel. Os Eindhoven. Ja, hoe heet die nieuwe spitsen van Kuik? Veen? Ja, die veel, ligt makkelijk, ja. Eindhoven is ook een lastig ploegje. Ik denk een 3. Gelijkspel. Zien ze dit een beetje als een derby, of niet? Ja, zoiets, hè. Streekderby. Zo'n, daar ga ik voor Os. Ja. Emme MVV. Lange busreis, MVV. Altijd vervelende wedstrijden. Ja, hoor. Is heel weet lastig. Emme, ja. Ja, ik zet een 1. Ja, is altijd vervelend, hoor. Die uitwedstrijd. Maar ik ga wel voor MVV. MVV. Graafschap Achilles. Ja, Graafschap. Thuis, hè. Moeten ze maar wel ik denk winnen, Achilles, mijn dorpsgenoten, die gaan naar stunten. Een 2, Thijs Hendricks, Rutger Worm. Daar reken gaan ik op. Ze een beetje vertrouwen tanken. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Is wat punten hebben voordat ze hierheen komen, Achilles. Maar Sparta, VVV. Maar jij moet die nog even doen. Maar ik denk, ja, maar Graafschap thuis, jawel. Ze moeten ja, dan moet je, ja. Ik hou een Graafschap. Oké, okay, Sparta, VVV. Kasteel. Platje. Platje, hij heeft er alleen ja, in. Ja, ik denk gelijkspel. Ik hou ook gelijkspelletje. Gelijkspelletje, hoppa, bam. Jong PSV, Fortuna. Ja, ja hebben ik wij denk zelf, toch, ja, jongen, we hebben daar ook verloren. Ja, geen beste ervaring mee. Nee, daarom ja. Volle bak daar, een 1. Voor PSV. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Fortuna heel moeilijk krijgt daar zo. Oh, heel moeilijk zo. Ja, Jong Twente, Roda. Ja, Roda hè, is wel onze concurrent. Ik denk dat ze daar toch lastig kunnen krijgen hoor, in Enschede. Maar ik denk toch een 2. Ik denk dat Roda hem ook gewoon wint. Ja, en die laatste, die hoeven we eigenlijk helemaal niet meer, toch? NEC Den Bosch. Ja, jij bent geschorst hè, die wedstrijd. Ik ben geschorst, ja. Hoe komt dat? Ja, ik weet niet. Onbesuis weer, hè? Ja, moet ik erop zeggen. Nee, ja, dat kan gebeuren, 5 gele kaarten. Daarna heb je er nog 10. Wel zonder dat je geschorst bent, Tom, hè? Dus je hebt 3 weken vakantie. Maar wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, kom op zeg. We hebben nog een aardig... dat moet gewoon voor ons 3 punten zijn. Ja, dat denk toch, ik ook. Thuis. Ja, ik denk dat wij daarvan gaan winnen. Een dikke 1. Maar ze gaan ons nu testen, hè. Ze denken, periodekampioen, kunnen ze dit doorzetten. Ja, maar dat kunnen wij, hoor. Dat gaan we ik denk dat wij... dit wel over de streep kan trekken. Oké, okay, Tom. Hartstikke bedankt. Ja? Ik ben benieuwd. Wat denk je zelf? Je staat er beter op dan dat ik doe. Ja, ik denk dat ik ga winnen. Ja? Ik denk, er zijn hoeveel wedstrijden zijn het? Even kijken. 4. Ja, ik denk dat ik er wel een stuk of 7, 8 goed heb. Denk ik.
Ik ga het wel bijhouden, hoor. Ja, doe maar. Hey, potje succes. Hey, veel plezier, jongen. Rustig aan. Komt goed.